Mijn naam is Jeus Malima. Ik ben geboren op 2 augustus 1989 op de Caverdische eilanden en ik speel als centrale verdediger. Ik ben begonnen met voetbal toen ik 8 jaar oud was. Toen ben ik begonnen bij SVV SMC. Dat is een plaatselijke club in Schiedam. En daar ben ik gescout door Feyenoord toen ik 9 jaar was. Toen heb ik 6 seizoenen bij Feyenoord gespeeld in de jeugd. Toen heb ik de overstap naar Excelsior gemaakt. Daar heb ik 3 seizoenen gespeeld. En van daaruit ben ik bij Willem II in de beloftes terechtgekomen. En dit is al mijn 4e seizoen bij Willem II. Bij welke club heb jij je eerste profcontract getekend? Dat was bij Willem II. Toen ik 17 jaar oud was, toen werd ik overgenomen van Excelsior. En toen heb ik mijn eerste contract gelijk getekend, hier bij Willem II. Hoe voelde dat? Ja, heel trots natuurlijk. Het is altijd mijn droom geweest om, om profvoetbal in te gaan. En Willem II gaf mij die kans en daar was ik heel erg blij mee. Wat doe je als je niet aan het voetballen bent? Wat zijn je hobby's daarbuiten? Als ik nu het voetbal, ja, met vrienden, gezellig iets drinken, thuis PlayStationen. We spelen met een paar jongens uit het team. We hebben een spel, Call of Duty heet dat. Spelen we via het internet tegen elkaar. Met Jasper Walkens en Marlon Pereira en Gerson, Ceuta. Wie is het beste? Ja, ik ben het beste. En ja, dan houden we elke keer een competitie bij. Al moet ik zeggen dat Jasper ook heel goed is. Kun je uitleggen, veel voetballers gamen. Waarom doen jullie dat? Ja, waarom we dat doen? Ik denk omdat als wij vrij zijn, dan zitten de meeste van onze vrienden op school. Of die werken. En ja, gamen is een mooi tijdsverdrijf om je uren zeg maar door te komen. Heb je vrienden binnen het voetbal? Ja, je hebt altijd mensen met wie je meer omgaat en met wie iets minder. Maar hier bij Willem II ga ik echt goed om met Marlon Pereira en Junior Livramento. En vorig jaar was dat daar een gezeid Boetehar bij, maar die is helaas gestopt bij Willem II. Was ook een hele goede vriend van me. Maar ja, op dit moment echt Marlon en Junior, daar trek ik het meest mee op. We reizen ook elke dag samen heen en weer. Heb je ook voorbeelden, misschien die ook niet in het voetbal zitten? Als sporter. Een echte voorbeeld van mij is denk ik Roger Federer, tennisser. Want die het is ongelooflijk hoeveel prijzen die heeft gewonnen. En hij is nog niet eens 30 volgens mij. En elk jaar weer top presteren, dat is echt... Vind ik echt top van hem. Wat wil je dit seizoen bereiken? Dit seizoen, ik hoop dat ik een kans kan krijgen. Ik doe zoveel mijn best op de training. En ik hoop een kans te krijgen en dan die aan te pakken. Maar mijn eerste doel is gewoon bij de eerste 18 te komen. En dan wachten op de kansjes.